tof dat je weer kijkt naar een nieuwe Vloggels. Een vlog waarin ik zal vertellen over mijn leven als schrijfster, maar ook over mijn leven als gewoon Maren, zonder stoffels. We zijn in een dorpje in Frankrijk op zoek naar een middeleeuws festival. En er komt allerlei geluid uit de luidspreker. Hele leuke soort minstreelmuziek. Er komen nu wel wat auto's langs. Dus ik hoop dat we de goede kant op gaan. We hebben het intussen gevonden en het dorp dat lijkt serieus wat stil te staan in de middeleeuwen. Dat is echt heel erg gaaf. Frankrijk hier in de buurt staat dus vol met dit soort huizen. Nou even serieus, krijgen jullie hier niet helemaal de koude rillingen van? Moeten jullie dat huis zien aan de overkant? Ik vraag me bij dit soort dingen altijd af wie er zou wonen. Het is echt een soort bellen- en beestkasteel. We gaan nu op een soort surfplank met twee honden het water in. Nee. En er wordt flink gebruld in het Frans en ik heb geen idee wat er gezegd wordt, maar het klinkt niet heel gezellig. We hebben intussen door wat de bedoeling is. Die mevrouw wil dat die honden aan de lijn het jongetje op dat weekbord vooruit slepen. Als een soort van rendieren van de kerstman. We staan vast, langs de kant van de weg. Het is hier heel erg warm. En dat is onze auto. En er kwamen net twee hele lieve Franse mannetjes. Dus als die kijken, ik denk het niet. Maar dikke shout-out naar hun. Die hebben een garage voor ons gebeld. En intussen hebben wij ook de ANWB gebeld. Het zou zomaar kunnen dat er straks twee hulpwagens komen. Zijn auto die maakte een heel raar geluid. Een soort van alsof er ijzer onder de auto aan het slepen was. En intussen zijn we weer terug. Geloof het of niet, de auto was niet stuk. Tenminste, er zat een steentje tussen de remschijf en nog iets anders waarvan ik de naam ben vergeten. En dat geeft dus een enorme herrie. Dus wij dachten dat er iets met de motor aan de hand was. Maar goed, wij stonden dus langs de weg. We stonden eigenlijk midden op de weg. Een soort klein verlaten landweggetje, zoals jullie op de vlog zagen. En er kwam een man aan, een Fransman in een tractor. En daarachter een man in een personenwagen. En die stapte allebei uit. Het begon hele Franse verhalen. En wij snapten er natuurlijk helemaal niks van. We konden ook niet duidelijk maken dat we de ANWB al hadden gebeld. Dus zij wilden hun eigen Franse garage bellen. Dat wilden wij helemaal niet. Maar dat konden we ook niet goed zeggen. Dus we bleven maar nol, nol, nol. En zei wie, wie, wie. Dus uiteindelijk heeft hij zijn vrouw gebeld. Want die kon Engels. Dus ik die vrouw aan de lijn en ik weet niet wat het was wat ze sprak, maar echt Engels was het niet. Ik kon totaal niet duidelijk maken wat ik probeerde te zeggen. Dus uiteindelijk resulteerde het in dat haar man alsnog de garage ging bellen. Die garageman zou binnen een uur bij ons zijn. En uiteindelijk zijn wij zo slim geweest om mijn ouders te bellen in Nederland. En te vragen of zij het nummer van de camping hadden, zodat de camping-eigenaar ons kon komen halen. En het allerleukste aan schrijver zijn is het feit dat je alle dingen die verkeerd gaan in je eigen leven weer terug kan laten komen in je boeken. En daar kan je dan weer een leuk verhaal van maken. Dus dat is heel positief. Maar ik wil er wel even bij zeggen dat het niet per se zo hoeft te zijn dat de auto nu nog een keer kapot gaat. Dus dat mogen even duidelijk zijn. In Frankrijk hebben ze heel veel van dit soort koekjes. Verpakt in een grote verpakking en allerlei verschillende soorten. Dit is echt briljant, want je wil ze natuurlijk allemaal proberen. Op dit moment zit de nieuwste van One Direction erin, voor. En ik vind het nog steeds heel erg jammer dat Zayn is weggegaan bij One Direction. En geloof het of niet, ik ben wel een beetje fan van ze. Wisten jullie trouwens dat ik tijdens het schrijven ook echt altijd muziek op heb? Ik kan gewoon niet werken als het stil is. Tenminste, dat is niet helemaal waar. Als ik echt moeilijke stukken moet schrijven, dan kan het nog wel stil zijn. Maar over het algemeen hou ik ervan als ik muziek op heb die past bij de scène uit het verhaal. Mochten er schrijvers tussen jullie zitten, dan is dat misschien een goede tip. Zet een zielig muziekje op en dan wordt de scène vanzelf ook een stuk zieliger. En dat kan je helpen. Dus dat is een tip van mij voor jou.
En dit is natuurlijk alweer de zesde vlog. En ik vind het heel erg leuk om te doen, moet ik zeggen. Het is bijna een beetje verslavend. Je bent altijd aan het denken van, kan ik dit filmen? Is dit leuk voor de kijkers om te zien? En waar ik heel benieuwd naar ben, of heel nieuwsgierig naar ben, is naar jullie mening over deze vloggels. Over alle vloggelsen. Kan je dat zeggen? Is dat meervoud? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar wat jullie vinden van vloggels tot nu toe. Dus laat alsjeblieft in de comments weten wat jij tot nu toe van mijn vlogs vindt. Vlogs vindt. Want ik maak deze vlogs niet alleen voor jullie, maar het liefst ook een beetje met jullie. Ja, vroeger op de basisschool vroegen mensen altijd van kan je dit, kan je dat, maar dat kan ik dus met mijn neusgaten. Mandy en ik hebben deze week een Eastpak gekocht. En ik voel me nu ook echt weer een beetje een brugklasser. Want in de brugklas had ik altijd een Eastpak. En de jaren daarna trouwens ook gewoon nog. Ik heb een groene gehad, een rode en nu dus een grijze. Woehoe! En het leuke was dat we vroeger altijd met zwarte stift, dan maakten we die twee bovenste pootjes van de E, die maakten we dan zwart. En dan stond er dus lastpak. En dat was echt super cool. Maar ja, ik ben nu 27, dus dat kan echt niet meer. Ik weet überhaupt niet of een Eastpak nog wel kan. We zitten hier met Kelly, Anouk en hun moeder. En we hebben net een potje klaverjassen gespeeld. En dat heb ik nog nooit eerder gedaan. En dat was te merken. Hoewel, we hebben toch nog redelijk vaak gewonnen. Want je speelt in duo's. Misschien ken je het wel. Maar nu gaan we een spel doen waar ik echt heel goed in ben. En dat heet Black Stories. Misschien ken je het wel. Laat dan in de comments weten wat jij hiervan vindt. En het is een soort raadselspel. We gaan Git zwarte raadsels oplossen. Dat staat op de voorkant. Dus dat gaan we spelen. Nu ga ik ze eens even lekker inmaken. Man of vrouw? Man. Man. Ja? Man. Maakt dat iets uit? Een gevangene. Ja? Die deed alsof hij dood was. En die is dus naar buiten gegaan. Ja? Maar toen stak hij Lucifer aan. En toen wist hij dat zijn plan was mislukt. Want toen was hij levend begraven. Want toen is hij levend begraven. Of iemand. Maar wie heeft het gedaan? Ik ben samen met Mandy intussen op een festival en dat heet het Bosbessenfestival. Het is echt fantastisch. En ik heb net de lekkerste bosbessentaart ter wereld gegeten, dus mijn lippen zijn nog helemaal paars. Maar dat is hier geweldig. Ik merk wel dat sinds ik mijn nieuwste boek heb geschreven, ik denk dat dit het einde is, dat ik overal ga zoeken naar goede slaapplekken voor mijn personage Maas. En Maas leeft op straat. En ik merk dat hier onder de bogen van het kasteel, dat je hier eigenlijk heel goed zou kunnen slapen. Moet je kijken. Hier, dit zou helemaal niet zo'n verkeerde plek zijn. Je ligt van de straat af en je hebt daar zelfs nog een slaapkameraraam. En wij komen net thuis van het boodschappen doen. En wat vinden we nou hier op tafel? Een briefje van Kelly. Kelly is een meisje dat in deze vlog ook voorkomt. En in de vorige vlog trouwens ook. Zij was een fan van mij, stond hier op de camping. En ik had haar een van mijn boeken gebracht. Ze had namelijk de auto herkend. En ze is hier een avondje geweest met haar zus, haar tweelingzus. En dat was super gezellig. En ze ging vandaag weg en we konden haar, ja, we hebben haar niet meer gedag kunnen zeggen, want wij waren op dat moment bij een meertje. En nu heeft ze dus een briefje achtergelaten voor mij. Moet jullie kijken. En hier ligt dus dat briefje onder de kaarsen. Het is ook echt een super lange brief. Ik zal hem niet helemaal gaan voorlezen. Het is natuurlijk een beetje persoonlijk. Maar één ding vond ik wel echt te lief. Even kijken waar ze dat schreef. Maren, ik zal je zeker blijven volgen en ik hoop dat ik later ook zo'n succesvolle en goede schrijfster als jou word. En dat je dan nog eens aan me terugdenkt. Nou Kelly, ik kan je zeggen dat dat helemaal niet nodig is. Je hoeft helemaal geen succesvolle schrijver te worden zodat ik aan je ga denken. Want ik ga deze brief bewaren, ik ga hem thuis opbergen. En echt super dankjewel. Ik hoop dat je deze vlog kijkt. En ik hoop dat je intussen veilig op je volgende camping bent aanbeland of intussen alweer thuis. En een hele dikke kus van mij en Mandy en de twee honden. Dus die is voor jou. En ook uiteraard een hele dikke kus voor jouw zus Anouk. Kelly schreef trouwens ook in de brief, in de PS, je doortrekmanier werkt toch echt goed. En ik snapte eerst helemaal niet wat ze bedoelde. Maar toen begon er ineens iets te dagen. Ik had ze namelijk uitgelegd hoe ze de wc hier moeten doortrekken. Want je hebt hier namelijk twee knopjes. En er staat ook bij niet te hard duwen, SVP. Maar deze doet sowieso niks. En die is bijna niet in te drukken.
Dus wat had ik nou tegen ze gezegd? Je moet eerst die indrukken. En dan die. En dan die nog een keer. En dan die doorduwen. En dan trekt hij dus wel door. Vanavond hebben we een zeer speciaal Frans diner bereid. Allee, Mandy heeft bereid. Ik ga vanzelf Vlaams praten. We hebben lekkere kaasjes. Voor Mandy geitenkaas. Stokbroodje. En hele Franse soep. Ah, très bien. Dun 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 dun. Iets eerder naar huis te gaan. Goedemorgen. Dat is al het leuke van vakantie, dat je dan weer wakker wordt in je eigen bed. Dat is toch echt wel 10 keer beter dan in zo'n caravan hoor, moet ik zeggen. Maar ja, als je terugkomt van vakantie, dan zijn er ook een heleboel dingen die je dan weer moet. En dat is dan wel weer jammer, zoals wassen draaien. Ja, super tof dat je weer hebt gekeken naar een nieuwe vloggels. Als je niks wil missen, vergeet jezelf dan niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En like deze video, als je hem leuk vond tenminste. Ik hoop dat jullie hebben genoten van mijn Franse avonturen. En ik blijf uiteraard vloggen, dus tot de volgende vloggels.